Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video. Het is tijd voor de top 9 games die ik dit jaar heb gekocht. En die ga ik dan ranken en dan gaan we zien welke ik het leukst vond. Zo gaat het in ieder geval. Als je het vorige jaar hebt gezien, ik heb het namelijk 2 jaar eerder ook al gedaan. Het gaat erom dat ik een aantal spellen heb gekocht dit jaar. Dat zijn er dit jaar 9. En daarvan ga ik kijken van, was het waard de prijs? Hoeveel speeltijd heb je in de game? En heb ik eraan besteed? En hoeveel plezier heb ik eraan gehad? Het is allemaal heel erg mijn opinie. Dus het is geen waarheid gebaseerd. Het is gewoon waar ik, wat mijn mening is over de game. Ga vooral die van de vorige 2 jaren checken. Ik zal, als ik het niet vergeet, de linkjes van beide boven in de beschrijving doen. Zodat je kan zien hoe het in 2018 en 2019 is geweest. En dan ga ik je met jullie meenemen. Ik heb 1 honorable mention. Dat was meer omdat ik daar pas aan dacht toen ik alles al klaar had gemaakt. Ik heb dit jaar weer FIFA gekocht. En als je de vorige aflevering kijkt van vorig jaar, dan zie je ook dat ik toen al zei van waarom heb ik weer FIFA gekocht. Want het is elke keer dezelfde game. Ik heb er elke keer spijt van. Dat heb ik nu weer. Dus mocht je denken van waarom staat hij niet tussen? Want sommigen weten wel dat ik hem heb. Omdat ik het gewoon helemaal ben vergeten. Maar die zou dus helemaal onderaan staan. Dus verder is er aan de lijst niks raars. Laten we gewoon naar nummer 9 gaan. Nummer 9 is Marooners. En dan beginnen we er meteen eentje met een goed verhaal. Marooners is een indie game. Het is een party game. De bedoeling is dat je dus heel veel verschillende minigames binnen een paar seconden doet. En dan gaat hij snel naar de volgende minigame. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het niet zo'n hele leuke game. Alleen wat leuk is aan deze game, die trouwens in 2016 al uit was, is dat ik deze game gewonnen heb. Je kon een soort van prijsvraag op Twitter doen, want iemand had allemaal codes gekregen om weg te geven. Toen had ik er eentje gewonnen, dus dat is op zich wel een leuke herinnering aan deze game. Maar verder is de game gewoon niet goed. Dus het is zeker geen aanrader, maar ja, ik had op gratis die 10 euro, is het zeker niet waard. Maar ik heb het geen laag cijfer voor waarde kunnen geven, omdat ik er niks aan betaald, zeg maar. Dus ik dacht van, weet je, dan geef ik een middenmoot aantal punten en dat is een 6. Het is gewoon een voldoende omdat ik hem gratis heb gekregen. Verder playtime, bijna niet. Het is elke keer hetzelfde. En leuk, ja, ik vond het niet leuk. Dus uiteindelijk komen we op een totaalscore van 10 punten voor Marooners. En dan komen we bij Animal Crossing New Horizon. En voor sommigen zal het wel een schok zijn dat die op zo'n lage plaats staat. Het probleem met Animal Crossing is, ik vind er niks aan. Het is echt geen game voor mij. Het is heel erg low pace, geen actie. Ik hou op zich van het maken van dingen, weet je wel, petparken en zo. Dat vind ik op zich best wel leuk om te doen. Maar dit is echt gewoon veel te langzaam en veel te saai voor mij. Dus vandaar dat ik het ook een 3 bij leuk heb gegeven. Qua playtime, ja, er zit heel veel playtime in. Het is wel elke keer dezelfde, maar qua playtime, omdat het dus op dagelijkse tijd is gebaseerd, ben je fucking lang bezig. Ik heb hem, zoals jullie zien, op release gekocht voor de volledige 60 euro. Dat was het zeker niet waard, maar voor sommige mensen wel. Dus ik heb het wel een 5 gegeven, maar eigenlijk zou ik hem daar nog iets lager willen geven. Maar in ieder geval Animal Crossing New Horizons is het. Ik heb het verkeerd geschreven, maakt niet uit. Staat op nummer 8. En dan gaan we naar Lego Harry Potter jaren 1 tot en met 4. Deze game is al best oud, zoals je ziet. Het is van 2010. Maar ik vond deze game vroeger altijd leuk. En toen wou ik hem een keer gaan streamen, dacht ik, staat hij misschien op Steam? En toen ging ik kijken, Steam sale. Ik heb hem voor 5 euro gekocht, terwijl hij normaal 40 euro was toen hij net uitkwam. Dus dat was een mooi koopje. Ik heb hem meteen gekocht. Hij staat laag omdat ik heb de game natuurlijk alles gespeeld. En ik vind niet dat je zo'n game dan zo hoog in het lijstje zou mogen zetten. Het is een leuke game, heb ik een 6 gegeven. Playtime is oké, maar het is niet extreem veel of zo. En was het waard, die 5 euro was het zeker waard. Want het is gewoon een volledige goede game voor 5 euro. Dus vandaar dat hij daar een 9 verdient. Het totaal van 21 punten is best netjes. En het wordt alleen maar beter. Op nummer 6 staat Fall Guys. Fall Guys, echt een leuke game voor 2 weken en daarna niet meer. Ze zijn inmiddels in seizoen 3, maar die heb ik nooit meer gespeeld. Ook omdat de hype al gewoon een stuk omlaag is gegaan. Zoals jullie zien heb ik een paar weken na de release datum gekocht voor 20 euro. Het was het wel waard, want ik heb gewoon heel veel plezier mee bereikt. Voor mensen die niet veel geld willen uitgeven, zeg maar, is 20 euro misschien een beetje veel. Maar ik vond het op zich gewoon een leuke game.
Qua playtime, ja, ik heb daar een 5 gegeven van. Het wordt heel snel saai, zeg maar. Het wordt heel snel hetzelfde en wordt het een beetje repetitive. Dus ook 21 punten, maar omdat het dus een nieuwe game is, had ik hem boven Lego Harry Potter gezet. Maar het was zeker leuk, dus ik heb gewoon een 8 gegeven voor hoe leuk het was. Dan weer Lego Harry Potter, maar dan jaren 5 tot en met 7. Die heb ik tegelijk gekocht met die andere game natuurlijk. Deze game kwam in het echt op een hele leuke datum. 11-11-11 kwam die uit. Natuurlijk was het weer een 9 voor de waarde. Maar voor 5 euro zo'n mooie grote game is natuurlijk fantastisch. Qua playtime ook een 6, net als de vorige game. Hij heeft alleen qua leuk 1 puntje meer gekregen dan de andere Lego Harry Potter. En dat komt omdat ik deze game nog nooit had gespeeld. Dus dat maakt hem gewoon extra leuk. Voor mij om te spelen. Dus vandaar dat deze hogere plaats verdiende dan dat Lego Harry Potter jaren 1 tot en met 4 heeft verdiend. Dan gaan we naar Temtem. En ook dit zal een verrassing voor sommige mensen zijn. Ik heb hem gekocht 3 dagen na release. Temtem is een hele leuke game en die wil ik nog zeker verder gaan spelen. Ik heb namelijk geen idee waarom ik op een gegeven moment gestopt ben met het spelen van die game. Het is gewoon een hartstikke leuke game. Het is echt zonde dat ik daar niet mee verder ben gegaan. Hij heeft van mij 3 achter gekregen. Het is een leuke game. Er is genoeg playtime. Het was echt een grote game. En het wordt alleen maar groter elke keer. Het was het dus ook zeker waard. En ik moet deze game gewoon weer verder gaan spelen. Alleen elke keer vergeet ik dat. Dus echt vandaar dat hij van mij die mooie 4e plaats krijgt. Omdat het eigenlijk mijn schuld is dat ik hem nog niet zoveel gespeeld heb. Nummer 3. Ja, nu komen de echte games. Super Mario 3D All-Stars. Natuurlijk al 3 games die al uit waren. Maar deze pack kwam natuurlijk uit met high definition beeld. Echt heel mooi. Sunshine, mijn favoriete game ooit. Dus hij verdiende natuurlijk een hoge plaats. Maar omdat het natuurlijk remakes zijn, vind ik niet dat hij op 1 kan. Dus een 3e plaats is hartstikke mooi. Hij heeft... Oh, die punten die hier staan, die kloppen helemaal niet. Negeer de punten bovenaan. Hij heeft in totaal 25 punten. Ik heb iets verkeerd gedaan bovenin. Laat dat maar even liggen. In ieder geval, het is gewoon een hartstikke leuke game. Negeer dat bovenin. Ik vond niet dat hij heel hoog kon staan. Hij heeft van mij 25 totaal punten gekregen. Ik weet niet waarom dat fout is gegaan, maar dat geeft niks. Dan 26 punten voor de Isle of Armor en Crown Tundra DLC van Pokémon. Ik heb dat al eens eerder gedaan, een DLC als game erbij. Je betaalt er 30 euro voor, je hebt best wel veel content. Zeker de Crown Tundra had veel content. Ik heb qua leuk heb ik gewoon een 10, omdat ik me heel veel vermaakt heb. Playtime krijgt hij een 7, wat op zich natuurlijk niet helemaal eerlijk is, omdat ik er al fucking veel uren in heb zitten. Maar pure nieuwe playtime is natuurlijk niet zoveel als dat ik erin heb zitten. Want ik heb natuurlijk heel veel Dynamax Adventures gedaan en dat is wel elke keer hetzelfde. Dus een 7 is daar een nette punt voor. En was het het waard? Zeker was het het waard. Als iemand Sword and Shield heeft en de DLC nog niet heeft gekocht, doe het alsjeblieft, want je gaat er echt van genieten. Laten we nu maar naar nummer 1 gaan. Among Us. Hadden mensen verwacht dat hij erin zou staan en ze hadden mensen verwacht dat hij bovenaan zou staan. Ik vind het echt een hele leuke game. Het is een super simpele game. Alleen, ik heb er zoveel plezier al uit gehaald. Dat zien jullie misschien ook wel in de video's. 29 punten in totaal van mij gekregen. Is het leuk? Ja, zeker is het leuk. Het krijgt van mij gewoon zeker een 10. Is het waard? 4 euro voor zo'n game. Tuurlijk is dat het waard. En playtime en 9 heeft hij gekregen. Het is namelijk, je zou kunnen zeggen dat het hetzelfde is, maar dat ben ik het niet mee eens. Elk potje is anders. Het is gewoon een fantastische game. Ik vond dat deze bovenaan moest staan. Zeker als 2020 game of the year vind ik het eigenlijk wel. Omdat het is zo groot en het is nog steeds groot. Wordt elke dag nog door miljoenen mensen gespeeld. Dus ik vond dat dit echt game van het jaar moest zijn. Dus vandaar Among Us op nummer 1. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke lijst vonden. Ik ben benieuwd wat jullie van mijn lijst vonden en wat jullie eigenlijk zelf voor een lijst hebben gemaakt. Laat het achter in de reacties, ik lees het graag. En ik zie jullie heel graag volgend jaar weer bij de top, weet ik veel, de top 10 games van 2021. Er zullen toch wel nieuwe games moeten komen, want dit jaar was eigenlijk helemaal niet zo heel erg vruchtbaar qua nieuwe games. Dus geef ons nieuwe games in 2021. Bedankt voor het kijken, adios amigos.